Wehkamp swingt. Na de overgang tot een volledige webwinkel voor mode, wonen en elektronica boekt het grootste webwarenhuis van Nederland ieder jaar hogere omzetten. En toen het management de kans kreeg om het bedrijf te kopen, aarzelde het dan ook geen moment. Ja, zo'n kans krijg je maar één keer. Wij zagen de kracht van het merk Wehkamp.nl en de formule. En de aandeelhouder was bereid om te verkopen. Voor Wehkamp was het wel belangrijk dat het geen eindeloos slepende affaire zou worden. Nou, normaal gesproken zijn die trajecten die lang kunnen duren. Zo niet in ons geval. Dat is heel vlot gegaan. Dat komt omdat Rabobank zich echt heeft verdiept in de markt en onze business case. De online retailmarkt is veelbelovend. Het businessplan wat er lag was goed doordacht. En er was sprake van een inspirerend managementteam. Dus het was eigenlijk meer een kwestie van hoe gaan we het doen. Nou ja, wat ik heel erg goed vind van Rabobank is dat ze ook goed hebben gekeken naar de uitgangssituatie. We werken al met een aantal banken en daarvan hebben we gezegd, nou, die constructie die kan wat ons betreft in stand blijven. Wij doen de acquisitiefinanciering en nou, wij zorgen dat we gezamenlijk daar een goed pakket voor neerzetten. En dat hebben ze waargemaakt. We hebben in het begin van het traject duidelijk piketpaaltjes geslagen hoe wij de transactie zien en hoe wij hem graag zouden willen draaien. Dat biedt, zeg maar, de partijen de nodige zekerheid om verder te gaan in de transactie, omdat ze weten op closing dat wij ook gaan leveren wat we beloofd hebben. Rabobank deed zijn analyse en kwam met een aanbieding en dat voorstel hield stand, ook toen de economie vertraagde. Online retailing is een groeimarkt. Dus ondanks het economisch klimaat wat minder is, hebben we toch besloten om door te gaan met de investeringen in deze sector. Ja, het was op een moment dat natuurlijk de markt wat moeilijker ging worden. De financiële crisis was inmiddels, had zijn intrede gedaan. En ja, des te meer waardering heb ik eigenlijk voor het feit dat Rabobank in hetzelfde tempo verder is gaan werken aan hun voorstel. En ja, hebben we eigenlijk onvoorstelbaar kort over het hele traject gedaan. Ze hebben bij uitstek laten zien dat het een bank is die niet denkt in problemen, maar in oplossingen. En dat heeft ertoe geleid dat we heel snel zaken hebben kunnen doen. En voor ons is dat weer essentieel, omdat we onze aandacht weer volledig kunnen richten op onze business en op onze klanten. En daar gaat het primair om.